Hans Blok, welkom. Dankjewel. Jij bent goochelaar van beroep. Dat klopt. En jouw voorstelling heeft afgelopen weken nogal last gekregen van bezuinigingen. Ja, ik vertel. Het is verschrikkelijk. De helft van mijn decor is wegbezuinigd. De helft van jouw decor, dat, dat moet invloed hebben op je voorstelling. Ja, het is heel erg, mijn voorstelling leidt er ontzettend onder. Zo is uh, bijvoorbeeld tijdens mijn doorzaag-act is, uh, de kist weg. De kist is weg, maar je doet nog wel de act, hoorde ik. Precies, mij krijgen ze er niet onder. Mij krijgen ze niet klein. Geen kist, wel een act. Dus je zaagt gewoon een vrouw erin. Precies. En het publiek reageert uitzinnig. Ik heb volle zalen, lovende kritieken. Het enige is wel dat mijn assistenten er nogal snel doorheen gaan. Dus bij deze wil ik ook graag een oproep plaatsen voor alle jonge meisjes van Nederland. Hm. Als maar, jullie het leuk Hans, vinden. Om... Hans, ja? Ja? Je, waar jij ook last van hebt, het zijn niet alleen bezuinigingen. Ja. Je hebt ook last van andere maatregelen die dit kabinet wil treffen. Zeker. Zo kan jij geen doek meer over een vrouw in gooien bij een verdwijndruk. Nee. Vanwege het burka En zonder doek. Zien mensen... Ze zien gewoon wat er gebeurt. Er ja. is niks aan. Maar er zijn meerdere dingen. Jij, jij kan ook geen konijnen meer nee. uit hoede trekken. Nee, vanwege -kops. die. Animals, kops. Ja, animal -kops. Ja. En dan hou je eigenlijk alleen maar over de ex die deze overheid wel stimuleert. Ja. En dat is een, ex ik laat, waarbij je een. Ik laat een Koran laat ik veranderen in een stripboek. Welk stripboek? De Donald Duck. Ja, want jij bent nog een controversieel goochelaartje aan het worden, zo Hans Blok. Want ik hoorde dat jij nu met een ultieme verdwijntruc bezig bent, samen met deze overheid, om Marokkaanse hangjongeren... Ja, die laat ik verdwijnen. Hoe ik het doe, dat zeg ik niet. Ik ben een echte goochelaar en die geeft natuurlijk zijn geheim nooit prijs. Maar het is iets met een trein. Het is iets met een trein. En dan neem ik aan, je haalt ze allemaal bij elkaar en dan gaan ze in die trein. Ja, ik zeg niks. weg. Ik zeg niks. Ja. Nou goed, Hans Blok, wij gaan jou gewoon zeker in de gaten houden. Ik denk dat de komende. Hans? Hans? Hans Blok! Wat een goede goochelaar is die Hans Blok toch, zeg? <laughs> nou, tot volgende week.